dit jaar geen Biggie Speakery in de straten van Rotterdam, geen Kitty Kotti manifestatie in het wijkpark en geen Cabranitti waar vorig jaar honderden belangstellenden op afkwamen. Deze massa-events gaan dit jaar niet door vanwege corona. Maar op 1 juli is er wel een Tsimas-passie, corona-staal, dat wil zeggen RIVM-proof, hier bij Fred's Kulturenshop Instituut, die zelf al helemaal corona-proof is, met zijn Afro-Surinaamse mondkapje op. De stof is een stof die op mijn lijf is geschreven. Dat is een Fudupani-stof. En het schijnt dat is dat mij draagt, hè? Weet je, bruin, Japanese bruin. En het is heel leuk dat je ziet hoe snel de creativiteit van mensen zijn overgegaan om met name van dit soort van stoffen eigenlijk die mondkapjes dus te maken. Ik heb helaas heb ik Trump nog niet meegezien hoor. Wie wel Afro-Surinaamse mondkapjes draagt is Janeska Sommer. Ja, deze zit perfect. Past er goed bij past, je? Het past heel goed bij mijn hoofdband en mijn jurk. Dus ja. Mooi setje. Patricia Tel, de moeder van Janeska, heeft de Afro-Surinaamse mondkapjes gemaakt. Ik heb er één die bij mijn kotten past, dus ik ben voorzien, om het zo te zeggen. Ik heb daarnaast natuurlijk ook nog wat andere modellen. Ze heeft die in alle geuren en kleuren en met de mogelijkheid om er een extra doekje in te doen. De Afro-Surinaamse mondkapjes kunnen gewassen worden. En deze fraaie maskers kunnen dus ook opnieuw gebruikt worden. Die witte kapjes die je nu ziet in de trein en zo, iedereen lijkt hetzelfde. En ik vind dat je toch een beetje je eigen identiteit mag laten zien. Dus vandaar. Een ander Afro-Surinaamse wapen tegen corona is afkomstig uit de natuur. De Kwasibita, Batotobita hebben we ook. Luangu thee en de Pederku voor de zaadjes. En dan moet je koken in een bepaalde verhouding. En dan ga je de weerstand daarvoor op. Ik moet zeggen, het gekke ervan is dat, zoals het blijkt, dat nagenoeg alle bita's een beetje kinine in zich hebben. De ene in minder mate, de andere goed in meerdere mate. De Kwasibita bijvoorbeeld, die staat bekend om het feit dat er heel veel goed kinine goed in zit. Het gaat je cellen in je lichaam, gaat het zoveel als mogelijk dus herstellen. Waardoor de virussen en de dingen die niet in je lichaam horen, als het ware worden dus geblokkeerd of worden afgescheiden in je ontlasting, in je zweet, in je urine. Ik moet zeggen, aan het begin van het hele corona dus gebeuren, was het hier een gaan en komen van mensen die pakketjes kwamen halen. Ik zie nu duidelijk dat het over de piek heen is, maar nu gaan we in een andere fase. Dat is de fase van de mondkapjes. In een langere RTV-special meer en ook over het Kotomizi Grand Gala.